In sommige dorpen staat nauwelijks nog iets overeind. In het puin zoeken mensen naar overlevenden. Sommigen zijn alles kwijt. Ze hebben eten en drinken nodig, medicijnen en tenten om in te slapen. Die hulp is moeilijk, want het gebied ligt erg afgelegen en wegen zijn verwoest. En er is nog iets wat het lastig maakt. Het land Afghanistan ligt in Azië. Vorig jaar augustus namen de Taliban er de macht over. Ze voerden strenge regels in die volgens de Taliban bij de islam horen. Zo moeten mannen hun baard laten groeien. Vrouwen mogen niet alleen over straat. En meisjes mogen niet naar de middelbare school. Ook moeten vrouwen hun gezicht bedekken als ze naar buiten gaan. Als je je niet houdt aan die regels kun je een zware straf krijgen. Veel landen zijn het niet eens met de Taliban en willen niet met hen samenwerken. Ook veel hulporganisaties zijn vertrokken. Dus die zijn ook gestopt met hulp geven, omdat ze niet willen dat die Taliban daar beter van worden. En nu gebeurt ineens zo'n enorme grote ramp. Thea Hilhorst doet onderzoek naar rampen in landen waar het onrustig is. In de meeste landen komt de regering dan meteen in actie. Sterker nog, die hebben ook al plannen klaar liggen van als er een ramp gebeurt, wie doet wat, hoe gaan we daar naartoe. Nou, in Afghanistan is dat allemaal niet. Die regering die heeft bijna geen mensen om er zelf iets mee te kunnen doen, heeft een hele slechte relatie met alle buitenlandse regeringen en heeft die voorbereiding niet gedaan, heeft het geld niet, heeft de spullen niet. Dus de regering die kan eigenlijk zelf bijna niets doen. Niet alle hulporganisaties zijn weggegaan sinds de Taliban aan de macht zijn. De hulpverleners die er wel zijn, doen wat ze kunnen. Er zijn meer spullen onderweg en de Taliban zou hebben gezegd dat alle hulp welkom is.